Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er liggen nu nog vrij veel wolken boven Nederland. Met af en toe wat lichte neerslag er ook uit, in de vorm van een enkele bui. En er zijn een paar opklaringen. Die opklaringen winnen heel langzaam terrein. We zien dus af en toe de zon in de ochtend. De meeste wolken houden we in het zuiden. Vanmiddag breidt die zonnige periode zich wat uit. Er kan nog een enkele bui vallen hier en daar, met name in de kustprovincies. Het wordt 4 tot 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Vanavond gaan de temperaturen snel omlaag en koelt het af tot dicht bij het vriespunt. In de nacht gaan de temperaturen nog verder onderuit naar min 3 plaatselijk, er kan mist ontstaan en die combinatie kan morgenochtend heel lastig zijn voor het verkeer. Verder hebben we morgen in de kustprovincies misschien een winterse bui, maar in het binnenland blijft het droog met opklaringen en temperaturen van 4 tot 6 graden. De wind stelt morgen weinig voor en zal ook de komende dagen niet echt een grote rol spelen. Maar woensdag gaan we wel te maken krijgen met een lage drukgebied. Vooral in het midden en zuiden regent het van tijd tot tijd. En er kan heel plaatselijk ook wat natte sneeuw voorkomen. Donderdag-vrijdag wisselvallig en de temperatuur gaat langzaam omhoog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.